Heerlijk. Jij denkt door, hé. I know. Leuk hoor, ik kom bijna nooit naar Rotterdam. Dan kan ik beter gaan kiezen voor een heel elegant puntje. Wat is dit voor dik ding dan? Jullie willen allemaal dat ik een piercing. Ik ga niks nemen, echt niet. Wat is dat? Het is het begin van jouw vlog. Het is het begin van mijn vlog. Ja, het is het begin van jouw... Ik kan met trots zeggen, ik ben vergeten te vertellen tegen u, dames en heren, dat ik mijn eerste blauwe plek heb van het sporten. Dat ik zo hard gegymd heb. Dat is niet van vandaag, van eergisteren ben ik vergeten te vertellen aan jullie. Maar dat is van die... Maar het lijkt net alsof het door een stang komt of zo, maar het is echt een bloeduitstorting. Of is het iets anders? Nee, het is een bloeduitstorting. Wat? Wat zou het anders moeten zijn, Don? Ik weet het niet. Heeft ook in jouw nek zitten likken dan? Nou, ik heb in ieder geval likken, kan ik je vertellen. Wat ben je aan het trainen? Nou, ik ga nu de upper chest ga ik even lekker op. Laat maar eventjes zien, je bent echt... In het zonnetje, ik ben aan het uitstellen, want ik werk al naar het einde toe van mijn training. Ja. Oké, okay, go. Kom op. En... Tsa. En... Tsa. Tsa. Oké dan. Ondertussen squat ik mee. Ja toch, ik ga die muziek voor je aanzetten, dan kan je nog harder. Ik ben er bijna. Oh, je bent er bijna, kom op. Go, 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 go. Wat een geluiden komen uit jou, hè. Is dat zo? Ja. Marijn is billen aan het trainen. Of course. Daarom heb ik natuurlijk deze zonnebril heb ik opgedaan. Niet omdat de zon schijnt. Maar dan zie ik gewoon, dan zie ik jou niet waar je heen kijkt. Ja, maar in ieder geval, even nog hierop terugkomend. Ik dacht al, wat voel ik? Ik kijk. Het was gewoon helemaal, werd helemaal blauw gaandeweg. De training werd nog blauwer, dus I'm helemaal happy. Heb ik volgens mij nog nooit gehad. Maar het is precies het punt wat samenknijpt, weet je, als je dit doet. Maar vandaag wordt een hele goede dag. Ik ga zo meteen eerst met Marijn naar Rotterdam, want die ging piercing zetten. En daarna gaan we door naar Roy met de vriendinnen van Marijn. En dan heeft Roy een poolparty georganiseerd. Althans, we gaan gewoon lekker zwemmen, bro. Je wordt gewoon gezellig met gezellige mensen. Dus het wordt een goede dag. Moet je eens even kijken naar het weer. Ik word helemaal bij. Ik word helemaal blij. Ja, van de bijen. Die vliegen hier lekker rond. Oh, helemaal op adem komen. Zo. Waar heb je die voor nodig? Voor mijn hip thrust. Voor je hip thrust. Yes. Dit is in ieder geval de dag prima beginnen. Open deuren. Heerlijk. Wie is dit? Ja, ik lijk er wel een beetje op. Is hij een superheld? Superheld? Of niet? Nee, het is geen superheld. Het deed me een beetje aan Kim Possible denken. Kim Possible, hier wacht. Ja, kijk. Alleen dan had ik een groene broek aan moeten hebben. Ah. Wat loop je mij nou? Is dit van GTA? Nee, ik vind het echt een leuke outfit. Nee, het is niet vergeten, ja. Waar is je het dan van? Dat is Fortnite. Oh, Fortnite. Wacht, ik ga jullie een Kim Possible laten zien. Ja, Marijn gaat piercings nemen. Ik heb elke mogelijke heb ik opgenoemd op de vragen van, is dit degene die je gaat nemen? Maar drie ging je er nemen, zei je? Geen idee. Hangt er ook vanaf, zeg vroeg gewoon, hey, wil je piercings? Ja, laat mij dat niet twee keer vertellen. Jij hebt al heel veel piercings in je oren. Ja. Dat is tot nu toe nog de enige plek. In mijn oren. Ja. Ja, en nu gaan we dus naar een piercing shop in Rotterdam. Ja, ik ben even van mijn hoofd. Waarom? Ik heb niks raars gezegd. Nee, jij denkt door, hé. Hey. I know. Nee, klopt. Vooral piercings in mijn oren nu. We gaan even kijken. Ja, we gaan gewoon even zien. Dus ik ga mee, maar als ze had in gedachten eigenlijk drie. En dan wilden ze mij eventueel één laten kiezen. Nee, jij mag er één voor mij laten kiezen. Oh mijn god, ja. Je mag er eentje gewoon Ik noem er al één op die natuurlijk niet gewenst werd, maar dat... ja, het lijkt inderdaad Kim Possible. Ik ben echt Kim Possible. Kim Possible. Kom, we gaan. Dat zijn toch... Ja. Oké, kom. Ik zou zelf persoonlijk nooit de piercing nemen. Ik denk ook wel dat dat meer een vrouwending is. Nou, Marijn gaat in ieder geval naar een zaak waar ze er zeer gespecialiseerd in zijn. Dus dat is ook belangrijk. Maar heb jij nooit een, ik vind jou wel zo'n type voor een navelpiercing of zo, maar dat heb je nooit gedaan? Nee, maar als ik een gekke avond heb, ik heb wel gewoon bij mezelf er doorheen geprikt. Jij hebt mij de meeste keer gepierst, ja, hè? Ja, dat is ook zo. Ja. Stom dronken in een taxi. Ja, in een taxi heb ik gewoon mijn oren. maar dat moet je echt niet doen, want dat is echt Nee, dat ging ook wel een beetje ontsteken. Ja, dat is echt niet hygiënisch.
en alcohol. Ja, de hele avond heb jij die oorbellen in. Je zit te kut in die taxi. Geef me je oren eens. Ik zeg hier. Kat, zo dwars er doorheen. Staat nog ergens in een vlog. Staat het in een vlog? Ja, dat we uitgingen. Dat volgens mij, jij leert mijn mannen of jij leert mijn vrouwen dingen, ik leer jouw mannen dingen. Oh, toen gingen we ook meteen uit. Volgens mij die vlog. En anders eentje daarna, ja. Maar ja. Vind jij het wel mooi, piercings? Ja, het ligt gewoon aan waar. Ik bedoel, zo'n koeien ding, dat vind ik niks. Nee, oké. Maar ik zag dat laatst bij een meisje, toen dacht ik zo, het staat... Sommige mensen kunnen het echt hebben, dat is het gewoon. Vind ik ook net dat waarsje. Ik denk dat jij zou wel zo'n neusringetje kunnen hebben, maar ja. Niet een... Zeg het niet, dat mag je ook kiezen. Je zou dat gewoon doen. Ja, als ik zeg tegen jou van, oké, jij mag kiezen waar ik mijn piercing zet, dan wel... Dan moet het wel in mijn gezicht zijn. Je kan hem ook hier zetten, toch? Gewoon... Nou, laten we dat even niet doen. Ja? Jij zegt dat ik mag kiezen. Ja, oké, dat is shit. Nou ja, als je dat echt heel graag wil. Maar... Ja, ik ga wel... Ja, kijk, die zou ik natuurlijk gewoon een kutte keuze maken. Maar dat ga ik niet doen, want het is gewoon je lichaam, weet je wel. Ja. En dat zit daar. En als je het eruit haalt, laat het misschien een littekentje achter, weet ik niet. Nee, ik ook, ja. Maar waar wil je zelf zo zijn? Je wil sowieso een helix. Heet het een helix? Dat is die. Probeer mee te praten in vrouwentaal. Ja, die heb ik al twee van. Oh. Dus eventueel zou ik een ringetje onder willen of ergens, maar deze kant zit al best wel vol, deze nog niet. Dus ik ga gewoon even aan haar ook advies vragen van wat vind jij mooi? Dat is denk ik het beste. Ja, toch? Ja, dan gewoon iemand advies vragen. Iemand die er geprofessionaliseerd in is. Oké, hier een mooie shot van mijn banaan, maar ik zat te denken, qua appels, iedereen gooit appels uit het raam, langs de snelweg. En ik weet dat ze af en toe maaien, maar ook verder in de berm, ik heb nog nooit een appelboom langs de snelweg gezien. En iedereen gooit zijn appels uit het raam. Jongens, hoe kan dit? Zijn die appels niet geschikt voor ons klimaat? Die Elster appels, of Pink Lady, weet ik wat het is. Waarom zien we nooit geen appelboom langs de weg? Maar ook bijvoorbeeld bermen die langs N-wegen die bijna nooit gekapt worden met bosjes of zo. Hoe kan dat? Nou, dat wil ik vroeg mee van. Ja, ik weet het ook niet. Nee, dat zal wel. Nee, dat bedoelde ik niet zo. Omdat ik blond ben zeker, hè? Side-eye. Stuur me nou hier bewust heen, Marijn. Wat staat er? We zijn er hoor, in Rotterdam. Rotterdam. Rotterdam met de natte thee, weet je. Dan weet je dat je echt in Rotterdam bent. Noemen ze dat de natte thee? Ja, toch? Ja? Natte thee. Maar thee is toch altijd nat? Koude en natte thee. Marijn had ook... Koude en natte. Marijn had dus ook het idee om hier zo wat te zetten. Ja, ik weet niet waarom, maar je ziet hem niet eens. Maar in dit kleine... Ja. Dingetje. In dat, hoe heet dat dingetje? Kan ik ook niet meer praten, heb jij eigenlijk rust. Die aanhechting, ja. Maar als je hem zet, moet je hem wel eigenlijk gewoon vol prominent, gewoon midden op je tong. Gewoon dwars nee, er doorheen. Nee, dat vind iedereen niet het zo ziet, mooi. Dat als je praat, dat mensen zo kijken van... Ja, nee, je krijgt echt zo'n dikke tong, hè. Ook mensen die dat dan stiekem voor hun ouders doen, die moeten zichzelf gewoon een week opsluiten. Want je kan gewoon niet normaal praten. Krijg je zo'n koeientong, ja, zo. Ja, een hele dikke tong. Maar krijg je dat niet als je het daaronder doet dan? Geen idee. We gaan gewoon naar binnen. Let's go. Leuk hoor, ik kom bijna nooit naar Rotterdam. Nou, hier is het. Oké, we zijn hier binnen zo. Kijk, Marijn is nog even aan op Pinterest aan het zoeken. Maar dit is wel echt voor de gym life, zie je dat? Ja, deze dumbbell. Ja, het is gewoon zo'n curl. Ja, hoe noem je dat? Hoe heet zo'n ding nou? Ik weet niet, wacht even kijken of er nog meer. Oh, een pijl. Intussen. Zou ik hem eens opzoeken? Marijn die zegt van, kijk gewoon even op Google of op Pinterest of zo. Maar kijk, ik kan me heel kinderachtig voelen de Focus Drink logo aan je oren al. Oh, ja, of even kijken. Zo door mijn lippen. Ja, zoiets. Vind je dat niks? Dat lijkt me echt zo pijnlijk. Maar dat zou je dit doen? Nou, nee. Maar ik zag laatst weer een chick die dit dat wel had. Dus. Dit wil jij dus wel. Zo, maar dit is ook de lelijkste foto die je daarvan kan kiezen. Ja, nee. Dat is gewoon de eerste resultaat op Google. Ik zeg tegen Marijn. Ik zeg, als je... Kijk, ik moet kiezen iets. En ze wil die tongpiercing sowieso, dat gaat ze sowieso doen. Dus dan kan ik beter gewoon kiezen voor een heel elegant puntje hier. Want ja, die opties die we dus doornamen, die gaat ze niet doen. Dus er komt hier zo'n heel elegant puntje hier zo. Elegant puntje. Elegant puntje. Misschien heb ik een voorbeeld. En als dat dan goed herstelt, kan je dan weer uiteindelijk een ringetje in doen. Of iets langers of een hele ketting. Of... Nee, ik heb voor mezelf besloten dat ik alles in dit oor wou. Toen kwam Don. Ja, maar dan doen we dat puntje in deze. Ja, als ik mag kiezen ook, weet je, dan doe ik het ook. Dus ik moet nu 6 bij dit oor komt hij dan hier. Ja, hierboven. Ja, en dat andere oor. En deze, ja, ik heb het even getekend. Hier wil ik dan twee van die ringetjes uiteindelijk. Er zit nu en dus al één ring, die wordt vervangen door een kleinere. Ja. En dan met een tweede ernaast, dus dat puntje. Hier een ringetje zo eromheen. En deze gaat er dan doorheen en dat noem je een rook. Een rook? Maar we gaan hard, ja, rook. Zij altijd dat je niet van roken hield. Nee, ik hou niet van roken. Nou, wel wie roken, kijk eens. Ja, dat ruikt zo lekker. Ruikt lekker. En dat heb ik ook dus, 5 piercings zitten. Oh, mijn moeder gaat niet bij. Sorry, man. Sorry. Je bent sowieso knettergek dat ik mag bepalen.
Jammer. Ja, eigenlijk mag ik niet bepalen, want ze nee. Ja. Nee. Jij zegt van, oké, okay, dat mag ook, hè? Nee, ik kies deze. Oké. Okay. Want ik heb dat geen andere opties. Dat was het eerste die jij zei. Hoezo? Omdat die tong ga je toch al doen. Ja, of ik zeg gewoon dat ik die niet ga doen. Nee, oké, okay, jou die ga je sowieso een keer doen. Dus ja, dat, dat klopt. Onder je tong dan. Maar, de tongweb heet dat, tongweb. Een tongweb? Ja, dat heet tongweb. Hm. Dat heb ik me net verteld door de dames hier. Door de dames hier. Gezellig, hè? Ja, gezellig plekje. Ja, leuk zeer. We zijn helemaal zo lief om de muziek op pauze te zetten. Die stond eigenlijk heel hard, heel gezellig, ja. Gewoon lekker. Maar ja, ja. Ik krijg natuurlijk copyright claim. Ik wil eigenlijk niks zeggen, maar... Marijntje die onderbrak. Maar, nou lief. Ja. Gaan we het doen? Ja, en zij zit jou over te halen voor neuspiercing. Ja. Ze zit gewoon al 10 keer tegen. Ze zegt al 10 keer, ja, een neus voor een neuspiercing. Ik wil echt geen neuspiercing. Als ik hem zelf mag zetten, dan zet ik hem. Ik was goed je zeggen, hè? Ze hoort het niet. Nee, dat gaat ze sowieso niet doen. Ze dacht ik tegen jou, wat gelukkig. Oh. Ja. En ze gaan mijn oor leuk versieren. Dat is wel heel leuk. Is dat zo? Ja. Nou, moeten we niet daarin dan? Ja, we gaan daar. Oh, ik ben zo lekker lomp. Dan gaat mijn koffie. Maar je mag, als je ergens anders wil, dan moet je het zeggen. Nee, dit is goed. Dit is subtiel. Want hier krijg je nooit spijt van. Ik wil niet de guy zijn. De klootzak zijn. Ja, niet op deze manier in ieder geval. Nee, oké. Okay. Dat is goed. Dank je. Dat je me niet wil verminken, ja. Als ik, mag ik een piercing bij haar zetten of niet? Dat mag niet, denk ik, hè? Dat mag niet. Daar moet je een opleiding voor hebben. Helaas niet. Oh. En mag ik ook niet bij mezelf een piercing zetten? Dan neem ik de neuspiercing. Nee, nou, niet in deze zaak. Wat denk je nou zeggen? Hallo. Nou, gaan we naar de studio. Dat is echt gewoon een hele mooie zaak hier trouwens. Ja, echt, hè? Vind ik ja. Ook. Ik ga ook even een klein filmpje maken. Marijn ook. Die moet een TikTok maken natuurlijk hier. Tatoeëren doen zo. Allemaal heel gezellig. Allemaal leuke verlichtingen zo. Oh, shit. Oh, dat gaat er wat uit. Maar, ga je niet een paar fillers doen of wat is dit precies? Fillers? Ja. Doen jullie dat ook of niet? Nee, heb ik niet. Oh nee. En je oren worden lekker schoongemaakt. Kijk wat goed. Maar Mondspoelen. Oké, dus in totaal ga je er 3. In totaal toch? 4? Of je ging kijken 5 dan? Ja, oh. Of 3, denk ik. Oh, en die natuurlijk. Ja. Okay. Ga je alles doen? Ja, jij hebt toch ook gekozen? Ja, ja, maar die tong ga je ook doen. Hm? Je hebt goed gegeten toch? Ja, ja, ja. Dus ik heb goed gegeten. Ja? Okay. Nee, klopt. Moet je goed gegeten hebben hiervoor dan? Ja. Ja? Voor de suiker. Hey. Voor de suiker. Wat? Ja, als je suiker slaat, dan kan je flauw vallen. Als mijn suiker laag is? Ja. Dus je gaat er 5 laten zetten nu. In 1 keer. Fijn, ja. Knettergek. Ja, toch. Nou, lekker. Ja, maar ik vind leuk stoel. Niet zo erg ook. Ja, kinky stoeltje. Ja, dat is eigenlijk wat ik dacht. Wat? En Marijn, heb je dit gezien? Een vleermuis. Geen grap, nee, kijk, een vleermuis. Oh shit! Ja. Die is echt. Maar niet opeten, hè? Dan zitten we straks allemaal weer binnen. Dus die is echt? Ja. Oh shit. Een vlinder. Dit moet je eigenlijk omwisselen op 1 april, deze twee stickers. Eigenlijk, hè? Ja. Nou ja, als het wordt gevierd, echt is het niet zo verstandig. Dan... Ja. Ja. Nou, ik vond het leuk. Jullie minder volgens mij, maar dat maakt niet uit. Marijntje! Oh, ik heb er echt zin in. Jij hebt er zin in? Niet zenuwachtig. Nee, ik vind het leuk. Eer party, toch? Echt, hè? Ja. 2 deegballen. Kan je een beetje naar het licht draaien, Marijntje? Ja, zeker. Kijk, we hebben hier een nep hoor. Weet je wat we gaan doen? Oei. Ja. En ik moet kiezen tussen midden, boven of onder. Dus boven denk ik het mooist. Wat vind je zelf? Maar jij mag kiezen. Boven. Ja, het is zo raar. Het is zo raar dat ik dat gewoon mag kiezen zomaar. Moet ik even aan wennen. Het is toch een piercing. Ja, ja, dat leuk. Ziet er niet mooi veel dadelijk eruit. Maar ja, dat is waar. Ik vind het wel een hele mooie piercing, dus je hebt wel goed uitgekozen. Ik zou hem niet hoger zetten, want daar is wat minder ruimte op. Oké, okay, dat is helemaal prima. Ja, ja toch? Maar? Ja? Ja, goed gekeurd. Ja. Okay, je hebt ook een ander oor dan het neppe oor, dus... Ja, dat klopt. Wat voor naalden zijn dat ook? Ja, piercing. Heel dun. Ja, dat zijn speciale naalden vaak van. Ja, echt speciaal voor piercings. Zet de kanule aan. Wat is dit voor dik ding dan? Dit is een naaldontvanger. Deze heb ik nodig voor haar rok. Dat is deze. Maar daar kan ik geen tong op zetten. En zo ja, ontvangt hij de naald, zeg maar. Kijk dan wat er allemaal ligt, joh. Dat is een hele kit wat erin staat. Want je gebruikt voor elke piercing natuurlijk een nieuwe naald. Ja. 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 Nou, gemiddeld 5 minuten per piercing. Dus je bent dan toch... 5 keer 5, 25 minuten bezig. Ja. Nou, omdat in 1 oor is, scheelt het wel hoor. Dus het is van... Ja, tak, tak, tak. Ja, ja. Oké, okay, helemaal goed. Is het makkelijk of is het wel een priegelwerk? Ja, het is wel priegelwerk, ja. Ja? Ja, je moet ook echt... En die kleine vervangen is ook echt kut, joh. Ja, man, dat is kut. De piercing is niet zo heel erg eigenlijk, maar... Misschien vind ik... Doet het echt sick veel pijn, hè? Nee, joh. Nee. Nou, daar komt hij hoor.
Nee joh. Stiekem is gewoon een vaccinatie, hè? Oh, gaat het? Ik heb dit nog nooit gezien ook trouwens. Nee. Dit is ook iets helemaal nieuws voor mij, ja. Nou, die tang is soms nog vervelend. Oh, die tang is van voor en achter en dan gaat die naald er doorheen. Ja. Oh, lekker hoor. Die tang is super hier. Lekker hoor. Ja, lekker hoor. Oké. Daar gaat die. Oké. Dus ik heb nog... Ja. Oh. Excuus. Gaat die? Niet, ja. Je zit met zo'n soort infuus in je oor nu. Ja, letterlijk. We gaan nog eentje doen en dan gaan we daar een sieraadje doen. Vind je dat oké? Ja, sure. Vond je pijnlijk? Nou ja, zo voelt het gewoon. Gaat er nog een? Mag ik nu recht vooruit kijken? Ja, tof. Nummer 2. Marijn. Oh! Ja, deze was kut. Ja. Zo, kijk. Het ziet er zo leuk uit. Ik ben niet de eerste. Oh, en dan afknippen ook? Wat de fuck? Zo, ja, ik had al verwacht dat die meer pijn zou doen. Dit is voor mij echt een compleet nieuwe wereld, dit gewoon. Ja? Ja, dit is zo... Dit is ook niet fijn. Yes. Dat is hier niks, hè? Oh, dat was zo één. Ja. Oh, dat gaat snel. Ja. Nog sneller dan 5 minuten. Dus alleen dat. Dat mannetje dan. Die schroef is of ingedrijfd of afgedraaid. En dan is het kwestie om. Een schroef. Ja, precies. Ja, ja. Succes met dit steentje. Hey, oké, okay, nou. Dit is echt prima. Ja, oké. Okay. Dit is priegelwerk, hè? Kijk. Ja, je kat is. In dat mini gaatje. Ja, dat ook nog met die handschoenen aan, natuurlijk. Als je er geen piercing in doet, dan groeit het dicht, toch? Ja, ja toch? Ja, we zullen anders gewoon een gat maken bij jou. En dan anders erin zetten. Ja, dat is goed. Ja, nee, dat hoeft trouwens nog niet. Ik zit er al elke dag op één, dus dat maakt niet uit. Nee, op zijn gat. Hé, man, hallo? Dat maakt gewoon. Jullie proberen me hier een oor aan te naaien, volgens mij. Nee, we proberen je. Maar dat is toch leuk voor je vlog? Ja, nee joh. Ga ik een piercing zetten, ja of nee? Heb ik het gedaan? Nee. Is gelukt. Nee, ik doe ook geen neuspiercing. Ja, dit is echt goed. Nee, ik doe echt geen neuspiercing. Ik ga het echt niet doen. Tepel? Nee, ik ben geboren zonder tepels, wist je dat? Nou, voor je wilt. Ja, Natino. Ja, hij zit in. Shikari. En het is nu nog geen ringetje, of wel? Nee. Nee, je moet eerst wachten tot het hield en dan... Ja, en daarna pas maar ze dingetje in. Oké. Okay. Voor de genezingproces, steentje. Goed. Anders kan je yes, is it. Het shining in de eer, heel mooi. Ik was al bang dat deze echt een meest mij zie. Ik dacht, ja, jij lacht toch gewoon. Ja, ik weet. Shit. Die andere vond ik al kut. Ja man, deze kan wel pijnlijk zijn. Of zeg je dan die eerst? Nee, die doet het pijn. Hey! Okay. Die doet het pijn. Ik zou denk dit oor afmaken en dan daarna. En dan die. Ja. Maar ik voel hier al niks meer van. Nee? Oh, nee. Nice. Ja, ik voel het een beetje. Maar nu ga je deze doen. Oké, okay, thank dood. You. Dit gaat pijn doen. Hey, kap eens! Het valt dan mee. Oké, let's go. Oké. Deze is ook voor migraine, zeggen ze. Oh, Jesus, Lord. Oh, ik zit even bij. Ik zit er niet bij. Dat is hier zo erg. Ja, deze is wel naar. Maar kan je ook gewoon niet dit zo laten zitten? Dit is ook een soort nieuwe stilo, hè? Ja. Kan ik wel helemaal nooit meer slapen. Echt, hè? Ja, sieraad zetten vind ik pijnlijker dan piercings of. Ja? Oeh, lekker hoe dat zo erheen wordt. Voetjes. Het trekt ook helemaal weer het wegje uit daar. Zie je dat? Het is gewoon hele... Oh, hij moet nog. Ja. Ja, nu komt het sieraadje toch? Je gaat in dat buisje dan. Mm-hmm. Ja. En dan trek je hem er doorheen. Ja. Nice. Ja, dat was het maar. Oh, dat was super smooth. Oh, hij zit wel heel mooi trouwens. Ja, echt hoor. Ik vind die ook eentje voor jou. Nee. Ja. Hey, jullie willen hier allemaal dat ik. Jullie willen allemaal dat ik een piercing. Ik ga niks nemen, echt niet. Dat doe je toch? Ik ben niet beïnvloedbaar. Nee? Nee, echt nul. Nee, Nee? Ja, ik don't know. Ik wel. Yes. Ik ook. Ja, dat was hem. Nou, één oor. Eén oor. Ja, dat is, maak er zo even een mooi shotje van. Maar is deze pijnlijk aan deze kant? Ja, man. Of niet? Linkerkant is sowieso pijnlijk. Het is best wel strak ook daar. Een klein beetje druk. Oh, ik doe het gelijk zitten. Ja, man, dus deze kan wel. Maar sommige mensen weer niet. Ja, dus, conclusie, je moet het maar zien. Ja, het is allemaal niet lekker. Gaat er nou voor je? Ja, letterlijk. Dus ja, poppetje. Hé, zij snapt het. Zo, hele oor is warm en aan het gloeien. Ja, wat voel je nu dan?
Ja, gewoon warm. Ja. Je hebt ook natuurlijk. Gloeien op de plekjes. Ik weet niet of voelen. Ja, het is gewoon, dan kan je het voelen. Nee, ik. Gewoon één. Nee. Ja, nee. Ik echt nee. Nee. Ik heb genoeg naalden gehad te beleven. Hoe vaker we het gaan zeggen, hoe minder. Ja. Alsof je. Ja, wanneer heb je dan nog meer? Je bent gewoon aan het gloeien. Ja, als ga je naar buiten zo, dan heb je lekker koude vingers. Ja, dat je, oh, dit is echt lekker. Ja, ja, dat is. Oh, mag ik een. Oh nee, er zijn mijn manen af. Maar jullie geen matching piercing hebben? Zorg. Het is geen neusneentje of zo. Waar heb jij ook nog piercings dan? Hij wordt bijna boos, kijk uit. Daar. Oh, oh, je bent. Hij is super dun. Oh ja, hij is heel dun. Deze is iets dikker. Deze gaat dan door je top. Het lijkt op een hele kleine schroevendraaier. Ja, super klein. Ja, dat lijkt het echt op. En die? Ja, maar die. Okay. Is naar die kant? Ja, ja, super. Oh mijn god. Deze is voor jou, het hè? Is die buis, ja. Voor mij? Nee, gekozen door mij, toch? Gekozen door jou. Ja, ja, ja. Oh, deze was. Oh, excuus. Dat ging iets te snel. Toch een vak apart, hè? Oh, gaan we nog een keer? Ja, oh, sorry man. Oh, hey, deze was echt het ergste. Ik wilde het. Ze hebben er snel een. Ja, dat geeft niet. Oké. Okay. Oh. Lekker hoor. Snel het sieraadje erin trekken, Marijntje, ja, dan ben je er vanaf. Bijna klaar. Ja. Ja. Oh. Oh, oh, daar komt ie. Oh. Oh, nog niet. Ja. Nee, valt mee. Oeh. Valt mee. Je ziet echt gewoon zo'n puntje uitsteken uit je oor en dan draait ze dan zo'n balletje op. Ja, die heb ik natuurlijk met mijn andere piercings ook wel gehad. Dus dit geldt ook weer als je hier een steentje wil of een ringetje, dan, of een ringetje, moet je eerst een steentje. Ja. Ja, maar just yay! Nice. Ja. Je hebt mooi, het zelf nog niet eens gezien, of wel? Nee. Kan je deze aan haar geven? Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ja, de pijn is gebalanceerd. Oh, deze is echt heel mooi. En die ook. Oh, wat cute. Blij? Je hebt zo'n schattige glimlach. Ja, toch schattig. Jullie zo, je mag even 30 seconden spoelen. Ik zeg waar je mag spugen. Zit er, oh, dus. Listering. Lekker. Nou, ik vind deze quote vind ik wel leuk. Mm. Die hier zo staat. Nog steeds niet zenuwachtig. Nou, deze vond ik het spannendste. Ja, maar dat is in je mond, denk ik. Oh. Ja, maar hoe moet ik dit? Moet ik mijn tong gewoon omhoog houden? Ik wilde net tegen je zeggen, inderdaad. Ja, man, perfect. Als je me zo constant houdt, dan. Bereid. Ja, waarom zou ik dit ook zetten? Niemand ziet dit, maar het is gewoon voor het idee. Maar, ja, voor de leuk. Dus altijd een motief waarom je hem zet, toch? Wee. Marijn? Lekker liggen. Voor de, dit wordt wel een onderkinshot, hè, dit? Ja, oké, okay, zo. Ja, beter pakken jullie geen onderkin. We mogen geen onderkinfoto's maken. Ja, ja. Of ja. Filmpjes. Nee, maar als je je tong zo tegen je hemels aanduwt, ja, dan heb je geen onderkin. Klopt. Ja, man. Oké, ik vind het spannender. Ja, zwak is je tong toch? Ja. Ja, maar nu zit je ook weer zoveel pijn, toch? Ja. Nee, voor ja, oké, okay, maar ik moet hem omhoog houden voor de hele tijd. Oké. Constant. Klein beetje naar ik wil gewoon jou vastpakken. Oh, oh jij ja, ook. Wil je een klamme handje vastpakken? Ja hoor. Klein beetje naar deze kan draaien. Ja, oké, okay, super. Ja, jij ook goed? Ja, ik zie bijna niks, maar ja. Oh. Ja. Oh, Marijn. Dat was hem. Ja, nu kouwen. Viel mee hoor, je kneep. Ja, ga je hem al loslaten? Hè? En nu wordt het te hard geknepen. Weg ermee. Ik zou nieuwsgierig zijn naar hoe het voelt, maar ik wil het niet. Oh, Marijn, is je lekker te knijpen? Je ziet zo schattig uit, joh. Titi, titi. Ja, hij zit. Hij staat je echt heel nice. Ja, man. Ja, nice. Ja, hij zit er. Hij zit er, Marijn. Zal ik je weer laten zitten? Moet ik weer spoelen? Ja, moet ik weer spoelen. Of wil je zo? Knettergek. Echt. Ja. Nou, dit was echt een mooie shot. You did it! You did it. Ah, dit vond ik grappig. En mijn tong. Ja, hè? Yeah. Thank you. Nou. Lady. Kijk maar in de spiegel. Ja, ik ben echt benieuwd naar deze. Spiegel. Ah, deze is cool, zeg. Ook vind ik echt heel cool. Ja, iets hoger moet je hem doen. Nee, daar is betere licht. Oké, Marijn. Ja.
Oh, ja, je moet iets meer omhoog doen, ja? Nee, iets naar beneden kijken. Ja, zo ja. Een selfie maken. En dan je oren. Een beetje ja. Draaien. Ja, mooi hoor, daar zit hij ook. Ja, en dat oor. Helemaal vol. Helemaal vol, ja. Nou, maar hij mag nog wat dingetjes uitzoeken. Ja, nog even de oren. Dan zit het erop. Zo, maar hij heeft nog wat dingetjes uitgekozen. Ja, ze ook in de oor. Hele oor hebben ze helemaal leuk versierd eigenlijk. Ze hebben hier zo'n touwtje. Kijk, die mocht ze nog uitzoeken. Ja, ja. Maar dat ze zo in de bestaande dingen, toch? Ja, ja, deze heb ik alleen nieuw die jij hebt uitgekozen, dit oor. En de rest hebben ze gewoon allemaal even vervangen. En deze kant hebben ze ook hier een kleiner ringetje. En alleen deze erbij. Nou, geweldig toch? Ik ben helemaal blij. Helemaal de sas, hoor. Maar hij is helemaal aan het stralen. Ja, ik ben helemaal blij. En over 6 weken moet ik het even terugkomen. Ja. Maar dus. Dit wordt heel leuk slapen. Ja, niet dus. En je mag geen zuivel met die... Nee. Je mag helemaal niks. Want ik heb natuurlijk ook onder mijn tong. Ik mag geen zuivel. Ik moet 3 keer per dag mijn mond spoelen en dit allemaal schoonmaken. Dus dat wordt fun. Ik mag niet zoenen. Dus het is nog wel wat, zeg maar. Vooral als je 5 piercings zet in ja. 1 keer. Ja, ik vond het wel allemaal lijp om te zien eigenlijk. Ja, hè? Het is wel een leuk sfeertje. Ja, ik was wel onder de indruk. Ja. Leuke mensen vooral ook. Ja, en het werd heel netjes gezet. Best gelopen. Ja. En nu gaan we een leuke avond tegemoet. Ja, we gaan het heel met de dames doen. En Roy. Mag ook 2 weken niet drinken. Maar dat denk ik ja, maar je bent toch bezig met je focusseizoen, dus dat maakt niet uit. Dat is zeker waar. Nou, gaan we lekker op huis halen. We gaan althans Busan. Spullen halen en, richting Roy. Roytje. Oh, daar heb ik ook zin in. Zo. Flink even wat verder in de tijd. Je ziet daar die mooie tafel. Daar hebben we lang aan gezeten. En we hebben gewoon random nummers geluisterd. Allemaal van 60s, 70s, 80s. Maar ik slaap hier bewust. Ik ga hier slapen, want morgen hebben we weer time attack. Gaan we het squee weer op, ga ik eindelijk mijn racepak uittesten zo. Magnifiek. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Goedemorgen, schoonheden. Kijk eens even, dat is niet vies wakker worden. Beginnen zoals we eindigen. Hier. Soundboard. Zoals ik al zei, we hebben een beetje muziek geluisterd aan tafel. Hebben jullie lekker een beetje in het bad gebadderd. Ja, jullie hebben niks echt per se gemist of zo, behalve zingen. Het was gewoon heel gezellig. En vandaag is de grote dag. We gaan 2 dagen circuit pakken, dus dat wordt super light. Met mijn eigen racepak dus. En met heel Duke Design. Mijn pa komt langs. Roy gaat met zijn R8 circuit op. Het wordt helemaal geweldig. Althans, dat is wel de bedoeling. We hebben ook een barbecue met de andere racers. We slapen met z'n allen in een hotel. Ik lig met Roy op de hotelkamer, dus... Je kan dan misschien raden hoe dit gaat. Dit wordt geweldig de aankomende dagen. Vandaag ben ik er lekker tussenuit geweest met Marijntje. En dan zijn we hier geëindigd bij Roy. Dus dat was ook helemaal mooi. Helemaal fantastisch allemaal. Maar Roy ligt nog in zijn lakens achter die gordijnen. Heerlijk te genieten. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van vandaag. Wees er morgen bij. Dan gaan we oefenen op het circuit. En uiteindelijk natuurlijk racen. De time attack. Het wordt helemaal geweldig. Wees er morgen bij. Om 5 uur. Nee, dit weekend wordt echt... Wow, wordt echt waanzinnig. Morgen om 5 uur, ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Laat toppers. Ik neem er toch uit. Ja, dus als ik het vergeet, dan heb je pech. Nee, nee, nee.